Ja, goedemiddag beste mensen. We staan in Bad Nieuweschans. Op de kinderboerderij. De kinderboerderij komt natuurlijk allerlei verschillende mensen. En we willen niet dat mensen ziek worden van de dieren die daar zijn. En als dan een ziekte overgaat van dier op mens, noemen we dat een zoonose. Nou, welke ziektes zijn dat? Vlekziekte bij varkens, Q-koorts bij mensen. Die kunnen mensen krijgen van geiten, etc. En er zijn natuurlijk allerlei soorten boerderijen met publieksfuncties. Hier is een hele lijstje: kinderboerderij, manege, kinderopvang, een boerderijwinkel. Ze lopen mensen eigenlijk in en uit en er is nauwelijks controle op. Als je een ziekte oploopt, je gaat mee naar huis toe, dan denk je niet van, ik ben op de kinderboerderij geweest. Daarom is het heel belangrijk dat dieren op een kinderboerderij, een zorgboerderij of een boerderij waar mensen komen, dierenweiden, dat ze goed behandeld worden tegen bepaalde ziektes. En wat heb ik hier nou vandaag gedaan? Ik heb de varkens geënt tegen vlekziekte. En vlekziekte is een ziekte die varkens kunnen krijgen. Van die rode vlekken krijgen ze dan. Maar mensen kunnen het ook krijgen. En dat willen we niet. En dan de schapen en de geiten hebben geënt tegen Q-koorts. En Q-koorts is een ziekte die hebben we vooral leren kennen rondom Den Bosch en Hees in Brabant. Daar hebben geitenbedrijven, daar is de ziekte uitgebroken. En van die geitenbedrijven is het overgegaan naar mensen. Ook mensen uit de buurt. Vooral de droge mest. En ook daar bleek die bacterie te bevatten, is een bacterieziekte. En men heeft het eerst niet gelijk vastgesteld. En ook als geiten lammeren, je loopt ook geiten, als die geiten lammeren met de nageboorte, met het vruchtwater, komt dat die bacterie volop in het milieu. Het is eigenlijk verplicht voor dit soort boerderijen, kinderboerderijen, zorgboerderijen, om alle geiten en schapen te vaccineren. En dat heb ik net gedaan. En als je dat allemaal doet, dan kun je een heel mooi certificaat krijgen. Dat mag zo'n boerderij dan ook op de deur hangen. Dat ze gecontroleerd zijn op zoonozen. Dat ze verantwoord met de zoonozen omgaan. En dat wordt georganiseerd door de overheid. Maar dat wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Als dierenarts heb ik daar een beetje voor doorgeleerd. Met allerlei formulieren invullen. Of ze netjes alle regels houden. Dus, en daar is het heel belangrijk dat dat allemaal netjes gebeurt. En als zo'n kinderboerderij zo'n certificaat heeft, dan is de kans kleiner dat je daar iets oploopt. Maar het is altijd goed als je de geiten of de kalfjes of de andere dieren geaaid hebt op een kinderboerderij om je handen te wassen. Dat is heel belangrijk dat je je handen wast. En kinderen steken natuurlijk sowieso hun handen heel vaak in de mond. Dus daarom is het ook belangrijk dat als je weggaat van zo'n kinderboerderij, dat je even of met zo'n hygiënedoekje de handen even afveegt of even onder stromend water en zeep de handjes wast, even de toet meeneemt. En als kinderen ziek worden na een bezoek van de kinderboerderij, altijd even denken als je naar de huisarts gaat, zegt dat je ook vertelt, we zijn ook op een kinderboerderij geweest. Want ondanks alle goede zorgen kun je toch ook van dieren ziek worden. Maar de meeste mensen worden ziek van andere mensen.